wietmachine. Ik heb in mijn huis een wietmachine. Het is geen naaimachine en ook geen wietmachine, maar een wietmachine. Ik heb een wietmachine. Oké, het klinkt wel raar misschien. Je moet toe komen zien, mijn mooie wietmachine. Ja, mijn wietmachine. Ik heb sinds kort een heel mooi apparaat. En alle mensen bij mij in de straat, die komen nu heel vaak bij me op bezoek. En echt niet voor de koffie en de koek. Zodra ze hier de drempel overgaan, dan zie je hun reactie al meteen spontaan. Ze wrijven in hun handjes, bij het zien van al die plantjes, die keurig in mijn wietmachine staan. Ik heb een wietmachine. Ik heb in mijn huis een wietmachine. Het is geen naaimachine en ook geen wietmachine, maar een wietmachine. Ik heb een wietmachine. Oké, het klinkt wel raar misschien. Je moet hem komen zien, mijn mooie wietmachine. Ja, mijn wietmachine. Een naaimachine naait tot aan het eind. Een wietmachine niet, dat is bekend. Maar weet je waar je voortaan je plantjes laat? Dat is een heel bijzonder apparaat. Wie weet heb je er nog niet van gehoord. Maar ik heb er als eerste al een van gescoord. Mijn plantjes staan nu prachtig, ze groeien echt reusachtig. Mijn wietmachine werkt zoals het hoort. Ik heb een wietmachine. Ik heb in mijn huis een wietmachine. Het is geen naaimachine en ook geen wietmachine, maar een wietmachine. Ik heb een wietmachine. Oké, het klinkt wel raar misschien. Je moet toen komen zien, mijn mooie wietmachine. Ja, mijn wietmachine. Je moet toen komen zien, mijn mooie wietmachine. Ja, mijn wietmachine.